is zo dat ik de laatste tijd geteisterd word door veel te weinig jongetjes. Dus ik dacht daar iets aan te doen. Ja. Hey. Als het goed is, komt Brits zo. Hoeveel jongetjes hebben we? 8. En hoeveel meisjes zijn er? 15. Veel, hè? We zijn hier bij basisschool De Ark in Almere. Alleen, waar is Ron? Ik mis Ron. Ron bij de deur? Huh? Wat doet die man bij de deur? Ik ben bij koffie en met iedereen praten hier. Oké, hier is iets raars aan de hand. Nee, we moeten naar de klas toe, hè? Ja. Ik voel het aan alles. Wat heb je uitgevreten? Ik heb niks uitgevreten. Kom, gezellig. Ga naar binnen. Ah. Dit is van juf Helle. Juf Helle. Ach, kijk eens. Hey. Hallo, juf. Hallo. Ja, goed, hè? Goed, nou, eens even kijken. Hoeveel jongetjes zijn er wel niet? Allemaal jongetjes. Nou, dat is dan heel makkelijk. Dan gaat de beker vandaag naar de mannen! Lekker mannen. Ja hoor. Serieus? Hè? Ben jij hier echt naartoe gegaan om alle meisjes snorretjes op te plakken? Wat? Meiden, doe al even de snor af. Nou. Zijn het meisjes? Wat een schande om je voor te doen als een jongetje. Alleen maar omdat ze heel graag door mij gecoacht willen worden. Ja. We gaan gewoon battelen, Ron. Jammer, joh. Je dacht lekker vroeg naar huis te gaan met die beker, hè? Wordt hem niet. Nee. Jullie spelen... Blikkenbende. Attentie, dit spel speel je met z'n tweeën. Draag samen lege blikjes met een ongekookte spaghetti-stiert naar de overkant. Let op, je mag je handen niet gebruiken. Bij zowel de jongens als de meiden gaan de twee snelste duo's mee naar... de battle. Nou jongens, meiden, ik zou zeggen, maak teams van twee en naar de gymzaal! De bedoeling is dat je een piramide maakt van 3 blikjes, 2 beneden en eentje erboven. Jullie mogen hem alleen met je mond vervoeren. En de 2 duo's die het snelste zijn, die gaan vandaag mee naar de battle. Is dit duidelijk voor jullie? Ja. Ga klaarstaan. 3, 2, 1, start! De eerste is gebroken. Voor de laatste. Concentratie. Hou vast. Oh, bijna. Oh nee. Hier gaan ze heel goed. Oh, bijna. Oké. Oeh. Jullie worden steeds beter. Okay. Ja, niet bewegen. Rustig. Ja, goed zo. Ik ben Sharien en ik zit op ballet. Ik ben Fanoia en ik hou van voetbal. Ik ben Presley en ik hou van voetbal. Ik ben Deesje en ik hou van voetbal. Dit zijn ze dan, mijn 4 meiden! Zijn jullie klaar? Ja. 3, 2, 1, go! Ja. 2 weken. Kom maar. Hoppakee. Ik ben Givenchy, ik hou van voetbal. Ik ben Luciano en ik hou van voetbal. Ik ben Jelano en ik zit op voetbal. Ik ben Dani en ik zit op voetbal. Nou, dit zijn ze dan. Mijn mannen, die houden van voetbal. Ja, en Ron, de
dan zijn wij natuurlijk ook met z'n allen heel erg benieuwd welke sport gaan we vandaag doen. Ja, wij doen vandaag de battle basketbal. Ja! Maar, wij doen niet zomaar basketbal. Wij doen vandaag rolstoelbasketbal. Ja! Ook naar de basketbalfans! Ja! Wist je dat? Rolstoelbasketbal ooit is bedacht voor soldaten die in de oorlog gewond waren geraakt. Nu is het een sport voor mensen met en zonder beperking. Het heeft bijna dezelfde regels als gewoon basketbal. De spelers mogen bijvoorbeeld niet meer dan 2 keer hun rolstoel duwen voordat ze de bal moeten spelen. Bij gewoon basketbal mag je niet meer dan 2 stappen lopen. Er wordt gespeeld met speciale sportrolstoelen, waarmee je snel kunt bewegen. Ja, het gaat er soms heftig aan toe. De spelers zitten gelukkig met een riem vast. Nederland hoort bij de wereldtop. Je hebt een heren- en een damesteam. De vrouwen pakten in 2018 de eerste wereldtitel ooit in de historie van het Nederlandse basketbal. Goud, goud, goud. Wat verwachten jullie van vandaag? Ik vind het heel eng. Misschien val je wel uit de rolstoel of zo. Ik heb echt geen idee. Hebben jullie ooit in de rolstoel gezeten? Nee. Gelukkig ook maar. Hi Mike. Hallo. Dat is even gezellig zo. Wat een prachtige rolstoel is dat. Het is een beetje met schuine banden zo, hè? Ja. Oh, kijk, hier is ze dan. Hallo. Onze top van vandaag. Hoi, dag, Britt. Maar. Hoe lang speel jij het al? Ik speel nu zo'n 5 jaar. Hé, hey, Luciano, hoe zit het nou in zo'n stoel? Eigenlijk gewoon lekker, normaal. Niet gek? Nee. Oké. Okay. Hey, wauw. Is dit goed? Zeker. Heel goed. 3, 2, 1, go. Hap, hap, hap. Wauw. Hoe gebruik je dit ding? Hoe is het? Makkelijk, moeilijk? Moeilijk. Moeilijk, hè? Wat is moeilijk? Om te draaien, want soms vergeet ik welke hand ik moet doen. We gaan gewoon de linkerkant op. Hou je links vast. Kijk even, jongens. En je duwt gewoon met rechts. Naar rechts. Dat is links. Naar rechts. Aan de kant. Naar rechts. Naar links. Dat is rechts. Oké. Okay. Ik ga even een pen pakken. Rechts. Links. Naar rechts. Juist. Heel goed. Dat is hem. Wat zijn andere regels met rolstoelbasketbal dan gewoon basketbal? Het verschil is dat wij mogen 2 keer pushen en dan de bal pakken en weer verder. Dus 1, 2, dribbelen. 1, 2, dribbelen. Kijk, jij kan nu de bal op je schoot leggen. Doe je gewoon met 2 handen 1, naar voren. 2, en dan dribbel je. En dan leg je hem weer op je schoot. 1, 2, dribbelen. Je schiet 90% raak met het bord. Wij schieten op het kleine hoekje. Want hoe vaak je daar op raakt, hoe vaker je raakt. Als je recht voor staat, gooi je dus eigenlijk op de bovenste streep. Als ik aan de zijkant sta, is het de dichtstbijzijnde hoek. Als ik daarop mik, dan gaat de bal erin. Ja. Beter. Je schiet. Lekker. Niemand scoort. Misschien kan je hem nog ietsje vanuit laag omhoog brengen. Dan heb je net iets meer kracht. Oké, en goed concentreren. Laag en omhoog. Ja! Vanuit zo. Ja, ja. Oh! Yes. En pasen, goed zo. Oh, jongens. Schiet. Lekker, man. Mannen, zijn jullie klaar, denk je, om van die meiden te winnen? Ja, zeker. Mike? Ik heb er alle vertrouwen in. Zijn we klaar om de beker te pakken? Ja! Hey, hoe vet als we die jongens verslaan. Ja. Nou, laat ze maar komen. Hè? Ik voel dat we goede energie hebben. Oké, op naar de finale. We hebben een hele leuke quiz vandaag. Ik geef Britt 8 keer de kans om in het net te gooien. De vraag is heel simpel. Hoeveel van de 8 ballen gaan erin? Denk jij dat te weten? Vul er dan in op onderstaande website. Heb je het antwoord goed, maak je kans op een fantastische 6-sporttas. Ik ga nu beginnen en jij gaat niet uitlachen. Ik ga helemaal niet. Je nul adviseren. Nou, ik zou zeggen, kijk hè, de volgende keer. Come on.
zijn toegekomen aan de grote finale. En hoe gaan we die spelen? 2 keer 8 minuten. En ieder team heeft 1 time-out. Meiden, zijn we er klaar voor? Ja! Yeah! Supergoed uitzien. Het is echt een vette wedstrijd. Ik ben zwaar onder de indruk. Ik vind het heel, heel goed gaan. Hij gaat zo dicht mogelijk bij je. Maar ik kan niet scoren. Je kan scoren. Zij kan, maar jullie kunnen makkelijk scoren. Je mag best een beetje rust hebben als je de bal hebt. Het ziet er echt goed uit. Jullie zijn echt goed. Jullie hebben zelfs al een jongen omgekegeld. Blijf zo doorgaan. Ja, lekker! Oké, okay. Nee, wel een beetje partijen. Hoppa! Ha. Heb je? Goed zo, goed zo! Kijk eens hier! Goed zo! Goed zo, goed zo! Goed zo, goed zo! Gemaakt. Ja. Gefeliciteerd, het was een mooie wedstrijd. Mooi wedstrijd. Ik heb ervan genoten voor jullie. Gefeliciteerd ook. Bedankt voor het kijken. En volgende week weer een nieuwe battle, dus tot volgende week. Dag. Doei, doei.